Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over Wouter Duinersveld, triatleet met een ultiem doorzettingsvermogen. In 2006 verwoest een virus het hart van Wouter Duinersveld en kan enkel een donorhart zijn leven nog redden. Dankzij het geschenk van een donor is Duinersveld inmiddels getrouwd, vader en fanatiek triatleet. Zijn motto: leef, droom en geniet. Wat kunnen wij van Wouter leren over slimmer presteren? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Daar zitten we weer, tweede aflevering van seizoen 2. Mm-hmm. En meteen maar weer een special guest in de uitzending. Ja. We gaan zo in gesprek met Wouter Duinersveld. Mijn vraag is altijd, jij draagt meestal onze special guests aan. Hoe ken jij Wouter? Wouter, ja, kennen. Ik ken Wouter. Ik ben bezig met een stuk aan het schrijven voor Runner's World en Bicycling. Heb ik eigenlijk al een halfjaartje geleden beloofd. Totdat, ja, toen kwam corona. En dat ging over wielrennen, hardlopen, dat ook gezond is voor hartpatiënten. Okay. Die nieuwe inzichten zijn er namens de wetenschap. En het lijkt me leuk om daar een stuk over te schrijven. Dan ga je een beetje googlen naar bijzondere verhalen. En er was eigenlijk een verhaal waar ik al snel op stuitte was. Dat van Wouter Duinersveld. Ja. Daarnaast ook een documentaire over hem bekeken bij de KRO destijds. Ja, en, hij is eigenlijk een soort van bekend van tv. Hè? Ja, als je op zijn YouTube-kanaal kijkt, dan zie je hem zitten bij Pauw en Witteman. Nou ja, de aflevering van KRO De Wandeling. Als iemand duidelijk maakt dat het ook met een hartafwijking, of in ieder geval beperkingen. Hartbeperking mogelijk is om ultiem te sporten, is het Wouter Duinersveld wel. Dus eigenlijk stond dat geparkeerd. Ja. Totdat ik ineens merkte van dat hij reageerde op tweets van, ja, van jou. Ja, hij blijkt dus gewoon een luisteraar te zijn van het eerste uur. Via @slimmerpodcast op Twitter en Instagram hoorden we ook van hem. En om het maar helemaal rond te maken. Hij is ook, hij traint met Guido Vroemen. Ja. Dus dat kan bijna geen toeval meer zijn. Dat lijkt me dan logisch om meer van hem te weten en hem als special guest is te gaan vragen naar zijn verhaal. Nou, wat leuk. Hij is bij ons. Wouter, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Wat leuk dat je bij ons bent. Wat een eer. Ja. We gaan jou zo bevragen over hoe het nu met je is. Ik verwijs iedereen naar alle afleveringen van eerder. We gaan ook meer te weten komen over jouw documentaire die eind augustus 2020 uitkomt. Maar voordat we doen, aangezien we nu toch een nieuw vast onderdeel Zoomen met Vroemen hebben, hebben we hem heel kort even gevraagd om hoe hij jou als atleet typeert. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen. Wij gaan zo in gesprek met Wouter Duinersveld, een van jouw atleten. En voordat we met hem gaan praten, wilden we even van je weten, hoe omschrijf jij nou hem? Wat voor type atleet is hij? Wouter is in ieder geval een atleet met heel veel doorzettingsvermogen. Hij heeft natuurlijk ontzettend veel dingen meegemaakt. En dat heeft niet eens te maken met zijn sport. Maar dat weet, denk ik, degene die hem kennen, weet wel wat voor een ziekte hij heeft gehad. Donorhart. En problemen daarna. En toch wil hij altijd maar weer het beste uit zichzelf en voor anderen ook proberen te doen. En eigenlijk wil ik hem
Maar dat heeft hij ondertussen, begint hij dat wel een beetje te snappen. Ik probeer hem steeds meer wat meer te laten inzien dat het sporten wat hij nu doet, moet hij met heel veel plezier doen. Mm-hmm. En eerst was het natuurlijk een halve triathlon, een hele triathlon, nog een hele triathlon. Ja, maar jongen, op een gegeven moment, dat hebben we nu gedaan. Je moet nu gewoon ontzettend blij zijn met wat je hebt en wat je nog kunt doen. En ja, dat gaat steeds beter. Mooi. Ja. Nou, we gaan eens even met hem een kop koffie drinken, Jurgen. Ja, ben benieuwd. Goed. Nou, dat zijn mooie woorden, Wouter. Laten we even bij het begin beginnen. Voor de mensen die niet helemaal mee hebben gekregen. Ik zei het al even kort in de intro. Jij wordt getroffen door een virus. Je zegt ergens misschien een tropisch virus. Jouw hart gaat falen, moet er uiteindelijk uit. Jij krijgt een donorhart. Maar je was al op weg naar je eerste hele triathlon. En je hebt dat uiteindelijk ook gewoon afgemaakt. Ja, dat klopt. Ja, dat speelt in de jaren 2013, 2014. Toen, in die aflevering van De Wandeling, hoor ik jou ook zeggen tegen die presentator. Ja, gemiddeld gaat een donorhart, wat is het, een jaar of 6, 7 mee, hè? Nou, 12 tot 15 jaar zijn de statistieken. Ja. Ja. En dan zitten we voor jou nu op welk jaar? We gaan richting de 13. Ja, dus, ja. En wat betekent dat voor jou nu als sporter? Doe je nog steeds hele triathlons? Nou, de hele triathlons heb ik al een tijdje geleden losgelaten. Ik ben nog wel fanatiek sporter, ook nog steeds triatleet. Maar sinds de laatste Ironman, dat was in Maastricht, heb ik wat problemen, fysieke problemen gekregen. Dat begon met eenvoudige griep en eindigde later in een infarct. En ga zo maar door. Ik heb inmiddels een pacemaker. Ja. Dus ik heb een tijd wel tegenslag gekend. Maar inmiddels train ik eigenlijk wel weer 6 keer, 7 keer in de week. Zo. En word ik langzaam sterker en gaat het eigenlijk hartstikke goed. Ja, want dat is natuurlijk... Ja, we stappen er bijna overheen. Maar die presentator van de KRO De Wandeling zegt dat ook. Een hele triathlon, dat is nogal wat. Ik kan me voorstellen dat mensen met een donorhart of die hartfalen hebben zeggen... Nou, ik ga maar eens even rustig aan doen. Ik ga bij de pakken meneer zitten. Maar bij jou lijkt het omgekeerde het geval. Nou, het is bij mij ook gewoon begonnen met een sprintafstand. Ja. Dat heeft een hele tijd geduurd. En na mijn transplantatie heb ik een revalidatieperiode van ongeveer 2 jaar doorlopen. En die revalidatie is dan zowel fysiek als mentaal. En na die 2 jaar worstelde ik nog best wel met het vertrouwen in mijn lijf. Ja. De vraag was heel erg wat kan ik nou eigenlijk nog? Ik had in de vorige gesprekken met mijn cardioloog daar ook over gesproken. En zij vertelde me, nou Wouter, als je 80% wordt van het fysiek wat je was, nou dan mag je in je handen knijpen. Ja. En ik worstelde heel erg met, ja, maar wat betekent die 80% nou? Want ik heb altijd heel veel gesport. Sportieve niveau, hè, we leren daar ook, je hebt op topniveau gerugbied. Ja. Je was natuurlijk al fanatiek bezig met triathlon, dus jouw basisniveau, jouw uitgangspunt was nogal hoog, hè? Ja, dat was denk ik hoger dan van de gemiddelde man van mijn leeftijd. Ja. En dus ik was heel erg zoekende naar wat kan ik nou. En tijdens een reis in Nieuw-Zeeland kwam ik er op tijdens een lange wandeling achter dat ik fysiek eigenlijk veel meer kon dan dat ik dacht. We hadden een hele dag gewandeld in de warmte, door de heuvels, met een groep Britse vrienden. En bepakking op. En eigenlijk merkte ik aan het einde van die dag dat het me fysiek helemaal niet zo had tegengestaan. En dat was de dag dat ik tegen mijn vrouw zei van ik ga toch maar die triathlon weer eens oppakken. Want als ik dit kan zoals dat ik dat vandaag heb gedaan, dan moet er vast meer in zitten dan dat. Ja. En zo is het gebeurd. Dus zo heb ik uiteindelijk het eerste sprint-triathlon gedaan bij de politie en brandweer-triathlon in Spijkenissen. Spijkenissen, ja. En dan, want als je dat oppakt, hè, ga je dat dan eerst overleggen met de cardioloog? En had je toen Guido ook al als coach? Of hoe... Want dat is nogal een stap natuurlijk, dat je besluit, ja, wandelen, oké, dat je daar prettig bij voelt of denkt van, hé, ik kan misschien wel meer aan. Totdat uiteindelijk de uitvoering, ga je dat overleggen of heb je zoiets, ja, maar de cardioloog zei van 80% en bewegen is goed, dus ik ga het gewoon doen. Hoe pak je dat aan? In de eerste instantie ben ik
zelf volledig zonder enige tijds- of snelheidsambities begonnen met mijn hardlopen iets uit te bereiden. Ik liep al wel rondjes tot een kilometer of 5 en dat ging niet hard, maar dat ging. En ik had een mountainbike en daarmee ben ik de natuurgebieden bij mij in de buurt ingegaan. Ben ik gewoon eens wat kilometers gaan fietsen. En ik ben gewoon eens naar het zwembad gegaan. Dus ik heb dat nog niet overlegd. Ik heb gewoon geprobeerd om al die sporten gedurende de week tenminste 1, in sommige gevallen 2 keer te doen. Om zo gewoon eens te kijken van ja, hoe gaat dat nou eigenlijk? En toen ik uiteindelijk aan de wedstrijd in Spijkenisse begon, had ik ook nog 0 triathlon ervaring. Dus ik was wel begonnen in de voorbereiding. Ik was lid van de triathlonvereniging RTC in Den Haag. Dus ik had daar wel wat trainingjes meegemaakt, maar ik had eigenlijk nog nooit een wedstrijdje gedaan. Dus dat was ook de dag dat moest blijken of de liefde voor triathlon, hè, of de wens om dat ooit te doen, of ja, dat ook wel echt zo leuk zou vinden, of dat ook waar zou zijn. Oh, wacht even, ik dacht dat jij al wel triatleet was. In de dop, hè. Dus ja. ik trainde mee met RTC. Maar je had nog nooit een wedstrijd gedaan? Ik had nog nooit een wedstrijd gedaan, nee. Ik heb veel hardloopwedstrijden gedaan, maar ik had nog nooit een triathlon gedaan. Hey, en kan je eens beschrijven, het lijkt mij op het moment dat je lichaam je zo in de steek laat, denk ik. Hè? Ja, ik kan me dat moeilijk voorstellen, maar ik kan me voorstellen dat het zo overkomt. Of ik probeer me dat voor te stellen. Je krijgt die tweede kans, je krijgt dat donorhart. Hoe is die relatie vervolgens met jouw lichaam? Ja, dat is best wel dat is bijzonder. Het heeft in mij gedurende een ziekteproces inderdaad wel eens gevoeld alsof mijn lijf me in de steek liet. Mm-hmm. Ik heb zelf ook wel eens gedacht of ik te lang gesport heb met verkoudheids- of griepverschijnselen. Nou, dat bleek gelukkig allemaal niet waar te zijn. Nee. Mijn cardioloog omschreef uiteindelijk mijn kwaal als gewoon botte pech. En door die opmerking heb ik het altijd wel goed kunnen relativeren. Dus dat heeft me heel erg geholpen. Nou ja, en dan komt op een gegeven moment dat ik getransplanteerd werd en wakker werd na de transplantatie. Ja, dat is een heel bijzonder gevoel. In mijn geval voelde ik gewoon een heel sterk hart bonzen in mijn borst. En dat gevoel had ik al een hele tijd niet meer gehad. Mm-hmm. Dus mijn eigen hartslag was zo goed als weg. Ik leefde op een kunsthart. En plotseling heb je dan weer een hart wat bonst. En dat was een geweldig gevoel. Wow. Maar dat gevoel kreeg al vrij snel een zwart randje, omdat ik me ook heel goed realiseerde dat met mijn leven iemand anders zijn leven verloren was. Mm. En dat waar mijn ouders gelukkig aan mijn bed zaten, wellicht een ander stel ouders verdrietig aan mijn bed zat. En nou, dat gevoel dat heeft een week of 2 geduurd. En toen realiseerde ik me, ja, maar wacht even. Ik heb dit hart gekregen van iemand die dat gegund heeft aan iemand anders. En niet zozeer aan mij persoonlijk, maar wel aan iemand anders. En ik heb het toevallig gekregen. En dat betekent nu dat ik heel goed voor dit hart, en ik noemde het in eerste instantie, was er nog echt niet de verbinding met, dat klinkt heel symbolisch, ja, want dit is nou mijn hart, ja, want zo voelde het eigenlijk helemaal nog niet. Ja. Dat heeft een hele tijd geduurd en eigenlijk heb ik het een periode als het hart of omschreven. Later werd het ons hart en nu is het toch wel mijn hart. Weet jij iets van je donor? Ja. Was dat ook een triatleet? Of hoe werkt dat eigenlijk? Geen idee. Dat weet ik echt niet. Nee. Weet je niks? Nee. Leeftijd ook niet? Nee. Ja. Want dat is ook, hè, want dat begreep ik uit die documentaire. De eerste keren lag je ook klaar voor een donor. Alleen dat hart paste niet, of in ieder geval sloot niet aan, laat ik het zo zeggen. Dat kan dus ook gebeuren. Hè? Dus het is niet elk willekeurig hart kan je zomaar ontvangen. Dat moet heel netjes op elkaar natuurlijk afgestemd worden. Ja. Maar uiteindelijk, dan ga je naar het medische waarschijnlijk toe. Je zegt, ja, je voelt het hart. Dat voelt eerst misschien wel een ander, wordt langzaam het jouwe. Hoe reageert eigenlijk zo'n hart op inspanning uiteindelijk? Is daar, daar gaat ook tijd overheen, neem ik aan. Plus het feit dat je natuurlijk allerlei medicijnen in het begin krijgt, nog steeds waarschijnlijk. Hoe moet ik me dat gaan voorstellen?
Ja, dat wel, maakt het sporten wel extra complex. Mm-hmm. Om te beginnen is een getransplanteerd heeft vaak een ander maximale hartslag dan een normaal eigen hart. Oh nee, alle data waren waardeloos geworden. Alles wat ik daarvoor had gedaan, dat kon sowieso allemaal de prullenbak in. Ja. Ik was behalve mijn hart ook ongeveer 20 kilo spiermassa verloren. Dus ik had wel meer ingeleverd. Ja. Dus dat hielp ook niet mee. Maar mijn getransplanteerde hart had ongeveer 60 slagen minder, een lager maximum dan een normaal hart. Ah, oké. Okay. En wat daarnaast nog van impact is, is dat de zenuwverbinding kan met het hart niet hersteld worden. Nee. Dus de aansturing die vindt indirect plaats door middel van de hormonen. Het wordt een vraag-aanbod verhaal. En dat kost tijd voor je lijf om daaraan te wennen. Daar is bij mij in mijn geval nog overheen gekomen, dat gebeurt wel vaker, is dat mensen na transplantatie problemen krijgen met de sinusknoop in de aansturing. En inmiddels is het bij mij zo is dat die niet meer zo heel goed reageert. En dat uitte zich in het feit dat ik tijdens inspanning dat mijn hartslag wegviel. Tot een slag of 60 of 70, ja. Waar die normaal dubbele zou moeten zijn. En toen dat tijdens inspanning gebeurde, was het vervelend. Maar later gebeurde het ook in rustsituaties of tijdens het autorijden. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk een pacemaker gekregen. Aha. En die kan dan met wat elektriciteit jouw hart een schop geven? Ja, in eerste instantie zou je zeggen van wel, maar daarvoor moet een bepaalde functie aangezet worden. Dus pacemakers die worden geleverd met, net als je telefoon, een bewegingsmelder. Mm-hmm. Maar heel veel mensen die reageren niet goed op die melders. Die staat standaard uit. Nou, ik heb ervoor moeten vechten om hem aan te krijgen. Maar vanaf het moment dat ik hem aankreeg, ging ik ongeveer 10 minuten vooruit op mijn 5 kilometer tijd. Omdat ik eindelijk weer een hartslag had die meebleef. Die meebewoog, ja, dat is wel interessant. En voor mijn beeld, Wouter, toch even cijfertjes. Wat voor 5 kilometer tijden kun jij of kon je nu lopen? Ik heb mijn laatste test, zit ik rond de 25 minuten. Oh. En ik denk dat als ik me erop, dat ik me er echt op zou richten, dat ik richting de 22 wel zou kunnen. Ja. Maar daar zouden we een paar maanden in vrij intensieve, specifieke training vooraf moeten gaan. Ja, en hoe hoog gaat je hartslag nu dan met behulp van die pacemaker? Wat ik merk is dat mijn eigen hartslag functioneert soms beter dan andere momenten. Ja. En op het moment dat hij niet functioneert tijdens inspanning, hij loopt vaak heel mooi mee omhoog tot een slag van 140. En dan dropt hij altijd weer terug, meestal naar zo'n beetje 110. En binnen die marge van de 110 kan ik vrij goed inspanning doen. Dus ik kan de harde intervallen doen tot sneller dan 5 minuten de kilometer. Ik kan heuvelintervallen doen, maar kan ook een vrij goed vlak tempo lopen van de 5:45 over een periode van een uur of langer op dit moment. Wouter, hoe voelt het als je hartslag niet goed meegaat? Ja. Want ik herken dat proces, je gaat inspannen, hartslag komt omhoog en dan valt hij terug. Wat voel je dan als je aan het rennen bent? Nou ja, je wordt letterlijk beperkt. Ja. Dus je hebt niet meer voldoende zuurstof om je lijf en je spieren aan de praat te houden. Het valt bij mij altijd wel mee met de verzuring, maar het lijkt alsof er gewoon alsof je niet meer door kan schakelen, zeg maar. Ja, ja. Dus hij blijft staan in z'n drie en om volgende stap te maken, dat lukt dan eigenlijk niet meer zo goed. Ja. En je voelt het aan het lichaam of heb je dan ook een hartslagmeter om dat je gewoon even checkt van hoe staat het ervoor en dat je dat een soort houvast geeft op dat moment van nou weet ik wat ik aan kan of welke training nu wel geschikt is of niet. Hoe doe je dat? Inmiddels, ik ben een pupil van Guido, hè? Mm-hmm. Dus ik verzamel alle data die beschikbaar is. Ik loop absoluut met een hartslagmeter. En wat ik wel merk is dat ik eigenlijk daar niet zoveel aandacht aan besteed. Goed. Is meer voor hem. Want ik merk gewoon dat ik ik onderga het op het moment dat hij wegzakt. Een mooi voorbeeld, ik heb gisteren 10 keer 30 seconden zeer harde intervallen gedaan. Tegen de wind in, mm-hmm. Dan ga ik echt kapot. Ja, dan zou ik normaal gesproken tegen mijn maximaal aan moeten zitten. En dan komt mijn hartslag niet boven de 120.
Ja, en dat heeft dan consequenties tijdens de inspanning dat ik het heel zwaar heb. En dat heeft dan ook consequenties tijdens mijn herstel dat het langer duurt voordat ik weer hersteld ben. Dus ik denk dat ik tijdens mijn inspanning gaat dat eigenlijk vrij goed, maar mijn herstelperiode neemt toe. Ja. En wat ik eigenlijk hoor, Wouter, je hebt dus wel genoeg vertrouwen, zin en pit om dat hart eens even lekker op zijn donder te geven. 30 seconden voluit tegen de wind in. Ja, absoluut. Daar is niks mis mee. Nou, wat misschien leuk is om te vertellen is dat ik heb uiteraard wel het gesprek ooit met mijn cardioloog gevoerd. Hè, op het moment dat ik van kort, nog een keer kort en nog weer kort naar middel en op een gegeven moment de halve triathlon wilde gaan doen. Ben ik het gesprek wel aangegaan. Dus ik vertelde, mijn cardioloog wist dat ik veel aan hardlopen en aan zwemmen en aan fietsen deed. En, ik heb toen wel de vraag gesteld van oké, als ik nu de volgende stap wil gaan doen en ik ga naar verwachting tussen de 6 en de 7 uur inspanning doen, wat betekent dat dan voor mijn lijf? En het antwoord toen was van ja, we weten het eigenlijk niet zo goed. Hè, want we kennen geen andere voorbeelden zoals jij. Maar wat we wel weten is dat duursport voor iedereen goed is en ook voor hartpatiënten. Want we zien bij mensen die duursporten over het algemeen dat de bijwerkingen van de medicatie die je gebruikt veel lager zijn. Nou, daar zullen we het zo meteen nog wel heel even over hebben, denk ik. En we zien dat ze gemiddeld langer leven. En dus de organen die hebben heel veel te lijden onder de medicatie. Dus je nieren, je lever, et cetera. De spieren worden afgebroken, je pees staan onder druk. En door die inspanning help je dat lichaam dus toch om daar continu maar aandacht aan te blijven besteden. Dus zij zegt, ik weet het niet, ga het maar proberen. En ja, dat was ook het moment dat Guido in mijn leven kwam. Ja. Dus daar ben ik heel goed in begeleid. Maar Guido zal ook niet heel veel ervaring hebben gehad natuurlijk met dat soort patiënten. Ik vraag me af, hoeveel mensen in Nederland lopen met een donorhart rond? Weet jij dat zo? Nee, zou ik niet weten. Nee. Ik denk een paar honderd. Ja, maar dat is wel een mooi bruggetje wat je net al, refereert al even aan medicijnen. Ik heb toevallig links en rechts wat gewerkt in de hoek van de transplantatievereniging internationaal. Het is natuurlijk niet even een hart eruit schroeven, een hart erin schroeven en weer verder. Beschrijf eens, wat betekent het feit dat jij een donorhart hebt? Ja, in de basis heb ik een aantal leefregels. En die zijn eigenlijk ook allemaal gerelateerd aan de medicijnen die je gebruikt. Hè? Want op het moment dat je een orgaan krijgt van iemand anders, dan stoot je lijf dat standaard af. Dat hoort daar niet. En wat niet in je lijf hoort, of dat nou een splinter is of een nieuw hart, daar wil je lijf van af. Ja, je afweersysteem komt in beweging om dat eruit te precies. duwen. Ja, en om dat afweersysteem te onderdrukken, krijg ik zogenaamde immunosuppressiva. Dus het zijn weerstandafbrekende medicatie. Of eigenlijk zorgen ze ervoor dat je weerstand minder goed opgebouwd wordt. Zo moet je het zien. En daarna slik ik corticosteroïden in de vorm van prednison. Om ervoor te zorgen dat de afstotingsreactie die op een ontstekingsreactie lijkt, toch enigszins te onderdrukken. Nou, en die twee medicatie die hebben zoveel bijwerkingen dat ik nog een heel assortiment aan cholesterolverlagers, beta-blokkers. Nou ja, alles wat je als sporter niet wil, neem ik elke ochtend trouw in. Ja, precies. En wat betekent dat dan voor het sporten? Je noemt bijvoorbeeld al even een ontstekingsreactie. We hebben afleveringen gemaakt over herstel en groeien. Nou, dat zijn ook ontstekingsreacties. Betekent dat dan dat je veel langer moet herstellen of dat je minder goed kan trainen? Wat is het effect daarvan op jouw sporten? Ja, nou wat ik voornamelijk merk is dat het is voor mij heel moeilijk om spierkracht op te bouwen. Ja. Dus mijn spieren worden afgebroken terwijl ik ze probeer op te bouwen. Op het moment dat de spieren sterker worden, dan lijken de pezen problemen te geven. Mm. Dat hebben we in de voorbereiding van de Ironman heel erg gemerkt. Daarnaast heb ik natuurlijk een hart wat minder functioneert. En dat maakt het wel dat het de balans vinden tussen inspanning en ontspanning is heel moeilijk. En moet heel goed opgebouwd worden. Mm-hmm. Daar hebben Guido en ik een goede weg in gevonden. Ik heb weken tot 25 uur kunnen trainen zonder dat ik daar van overtraind ben geraakt. Maar die weg daar naartoe heeft heel lang geduurd. Ja. Want de klassieke trainingsschema's die we op internet vinden of die jouw ploegmaten gebruiken van jouw team bijvoorbeeld. Ja, die kunnen de prullenbak in waarschijnlijk voor jou. Precies. En jij moet echt maatwerk krijgen. En dat is waarschijnlijk een behoorlijke zoektocht geweest. Is het wel dat vond ik wel interessant wat je zei, dat uiteindelijk de hoeveelheid medicijnen minder lijkt te worden, omdat jij veel sport, et cetera. Heb je dat inderdaad in de loop der jaren
Ben je een beetje aan het afbouwen? Merk je dat je met minder uitkomt? Kun je daar wat over vertellen? Ja, nou, ik heb de wat je ziet is dat de hoeveelheid immunosuppressiva over tijd, of in ieder geval de eerste 5 jaar, wel iets wordt afgebouwd. Mm-hmm. In mijn geval, ik had er eerst 2 en ik ben daar uiteindelijk teruggegaan naar 1. Dat heeft wel geleid tot een hogere dosis prednison om dat enigszins te compenseren. Maar waar ik voornamelijk minder last van heb, is van de bijwerkingen van die medicatie. En wat je ziet is dat veel mensen na harttransplantatie ook nierfalen krijgen. Allerlei vormen van kanker, vrij veel vormen van huidkanker. Problemen met spieren is iets wat we heel veel terugzien. Ogen gaan achteruit, en dat is iets waar ik inmiddels ook wel wat last van begin te krijgen. Heel veel mensen krijgen staar na lang prednison gebruik. Verhoogd cholesterol, ga zo nog maar even door, verhoogde bloeddruk. Die maken wel dat ik eigenlijk altijd goed bezig moet zijn naast wat ik aan inspanning doe. Dat ik ook voor zorg dat ik niet te veel zout eet. Dat ik een goede balans heb sowieso in mijn voeding. Ja. Mijn bloedsuiker is in mijn geval goed. Hè, dus ik was toen ik begon met meer sporten, was ik licht diabetes. Was voldoende om met een pilletje weg te werken. Maar eigenlijk was ik binnen 2 maanden van die medicatie af. Ik ben ook heel lang van mijn cholesterolverlagende medicatie af geweest. Mijn bloeddrukverlagers ben ik lang van af geweest. Maar dat is uiteindelijk allemaal wel weer teruggekomen. Ja. Dus ja, daar ontkom je bijna niet aan. En dat doe je door een jaarlijkse check of een halfjaarlijkse check bij de cardioloog. Je houdt waarschijnlijk allemaal dingen worden bijgehouden uit je bloedparameters, et cetera. Dus gebeurt het op die manier inderdaad? Ja, 4 keer per jaar. Dus in principe 4 keer per jaar naar het ziekenhuis. En dan wordt binnenste buiten gekeerd. Ja. En wat ik wel, je noemde het al, hè, immuunsuppressiva. Dus jij onderdrukt gewoon je immuunrespons. Nou, we weten van de laatste maanden hoe belangrijk de immuunrespons is. En ook dat die behoorlijk uit de klauwen kan lopen bij sommige mensen. Bij een infectie met een virus, COVID in dit geval. Wat is de impact van COVID op jou? Ja, dat heeft mijn leven toch wel redelijk op zijn kop gezet. Mm-hmm. En in eerste instantie verschilde dat niet zo heel veel met alle andere mensen om me heen. Hè. We moesten allemaal thuis blijven. Maar ik zal niet ontkennen dat toen de eerste berichten kwamen van dit virus en de mogelijke consequenties daarvan, en dat ik me realiseerde dat ik onderdeel was van een risicogroep, dat ik daar niet te verdrietig om geweest ben. Want dat heb ik wel gehad. We zijn nu een paar maanden verder en we hebben balans gevonden als gezin hier in deze kwestie. Ik heb de mogelijkheid om gewoon vanuit huis te werken en zelfs te trainen. De tax, zoals die bij iedereen staat, staat die bij mij ook. En dat was wel iets waar ik de eerste maanden heel veel gebruik van heb gemaakt. Toen durfde ik eigenlijk ook nog niet zo heel goed buiten de deur te trainen. Dat is na een paar maanden heb ik dat langzaam opgepakt. Niet op de drukke momenten, dus wat vroeger in de ochtend, wat later op de dag. En ik train eigenlijk altijd of alleen of soms met 1 maatje, maar dan wel met afstand. Op deze manier hou ik het nog wel even vol, want ik vrees dat tot het moment dat er een vaccin is waar ik vertrouwen in heb, dat het me ook op lange termijn niet schaadt, dat nog wel een hele tijd kan duren. Ja, ja. Ja, en tot die tijd zeg je, ga ik me niet onder de mensen mengen. Nee, want het is het risico veel te groot. Ja. Want, wat betekent dat voor jouw sportieve doelen nu, Wouter? Waar was je nou op weg in februari 2020 en hoe heb je die nu bijgesteld? Ja, ik had wel een aardige agenda voor dit jaar. Ik wilde heel graag de halve marathon CPC lopen. Ja. Ik ben een Haagenees, dat hebben jullie misschien nog niet gehoord. Hoor je heel klein beetje iets van af en toe? Daar hoort de City Beer City bij, hè? Dus dat doe ik eigenlijk trouw. Die heb ik niet gelopen dit jaar. Ik vond dat te risicovol. Ja. En daarna was de voorbereiding OD in Kraichgau. Met een groep vrienden van mij wilde daar de halve Ironman doen. En ik wilde daar de OD weer doen. Voor het eerst sinds eigenlijk een paar jaar weer een langere afstand dan een sprint. Dus dat was wel even. Ja, dat was wel echt een doel. Ja, dat was een doel. Ja. Daarnaast zou ik met mijn triathlon team, Team Pertalent, starten bij de OD West-Friesland.
dit jaar. De nieuwe Ironman in Nederland. Ja. Ja. En verder waren er nog geen plannen. Wellicht de marathon van Amsterdam stond in mijn achterhoofd, omdat ik wil graag nog een keer een losse marathon lopen. Want dit is allemaal, dit herkennen wij allemaal als atleten. De hele agenda is leeg. We hebben het eerder aflevering over gehad. Ik heb er erg veel last om mezelf dan te motiveren. Ik zie nu weer wat dingetjes op de agenda komen. Maar voor jou, precies wat je zegt, pas weer als een vaccin is. Wat motiveert jou nu? Wat houdt je aan de gang? Ja, ik wil heel graag gewoon fit blijven. Ja. En bij mij staat boven alles dat ik... En dat heb ik al vanaf dat ik heel jong ben, gewoon helemaal gek ben van sport. Dus ik vind het heerlijk om te fietsen en om te lopen. En het motiveert extra om daar doelen aan te verbinden. Dat doe ik ook wel. Dus ik ga binnenkort, we hadden het net over die 5 kilometer. Binnenkort ga ik gewoon voor mezelf eens een 5 kilometer op wedstrijdtempo plannen. Jezelf gewoon echt lekker het ouderwetse snot voor je ogen lopen. Hmm. Nou, en zo heb ik eigenlijk hetzelfde. Probeer ik hetzelfde met fietsen te doen. Een eigen, dus ik ben ik ben een trouw trainer met vermogensmeter. En mijn eigen hartslag, daar kan ik eigenlijk niet op vertrouwen. Dus het helpt mij heel erg om mijn trainingen goed te doen. Ja. En ik vind het goed en prettig om te zien dat die vermogens elke training maar weer langzaam en zeker oplopen. En dat is meer dan voldoende motivatie. Ja. En is dat virtueel racen, is dat nog iets voor jou? Dat een tijdje natuurlijk mensen heel fanatiek deden op Zwift. Ja. En dan kun je natuurlijk wel in races meedoen. Hè? Virtueel dan wel. Doe je zoiets? Nee, doe ik niet. Nee. Dus ik train wel Zwift. En ik train ook de TAX software. Vind ik een hele fijne software om mee te trainen. Daar kun je fijne trainingsschema's op draaien. Maar zeker nu met het mooie weer ga ik liever naar buiten. Doe wij ook. Daar geniet ik heel erg van. En dan is het gewoon. Het is al leuk genoeg, en dat weten jullie ook, om gewoon eens even achter iemand aan te gaan of iemand bij te halen. Maar je traint dan wel nog met teamgenoten soms? Of is het in principe als jij traint toch alles in je uppie en eigenlijk het directe contact toch te vermijden? Ja, precies. Nee, ik train alles alleen. Alles alleen, dus, mijn teamgenoten die draaien kleine wedstrijdjes met elkaar. Die verzinnen allerlei challenges, duathlonnetjes en om elkaar op te peppen. En nu het seizoen voor hun weer gaat beginnen, is het maar goed ook. Want ze zullen toch wel echt aan de bak moeten straks. Want jij zat ook echt in een competitieteam, denk ik, hè? De laatste jaren. Ik heb nooit zelf die competitie gedaan. Maar ik ben onderdeel dan van Team for Talent, een professioneel triathlon team. Met een aantal grote namen in het verleden. Bas Dieder heeft daar natuurlijk tijd bij gezeten. En nu Evert Scheltinga met zijn broer Diederik. En nou zijn er nog wel een paar namen. Ja. En dat zijn wel triatleten met ambities. En die heel veel kunnen. Dat is voor mij heel leuk en motiverend. Om daar onderdeel van uit te maken. Ja. En nu kunnen we dan niet samen trainen. Ik hang er normaal ook altijd een beetje achter. Hè? Dus als zij een duurtraining op de fiets doen, dan zit ik gelijk richting het rood. Ja. Dan zit ik achter in het groepje. Maar dat is te gek. Ja. Hey, en Wouter, uiteindelijk is natuurlijk de belofte van deze podcast dat we ook op zoek gaan naar mooie tips voor amateurs. En als ik jouw verhaal lees en hoor en luister... Ja, wat ik ook zei in de titel, jouw doorzettingsvermogen is echt ultiem. Hè? Je krijgt weet ik hoeveel tweede kansen. Nou, niet weet ik hoeveel, maar je krijgt een tweede kans met een nieuw hart. Ja. Je gaat naar die Ironman, die ga je doen meerdere keren. Je beschrijft nu de afgelopen jaren dat je complicaties hebt terugval. Maar weer zit je hier met een vrolijk gezicht te vertellen, ik ga weer naar buiten. Wat heb jij onderweg geleerd wat ook amateurs als ik van jou kunnen meenemen? Ja, wat, in mijn geval is alles begonnen met een droom. En die droom was om ooit een keer een Ironman te doen. En in eerste instantie was dat allemaal onzeker. En op een gegeven moment vond ik een weg om aan triathlon te beginnen. En toen bleek het ook echt zo leuk als dat ik dacht. En toen ben ik die droom om gaan zetten in een plan. Mm. Ja, dus wat ga ik nou doen? Hoeveel jaar ga ik hiervoor nemen? Wat voor tussenstappen zal ik moeten zetten? Kan ik dat alleen doen? Of moet ik dat samen met iemand doen? Ik had het geluk dat ik... eigenlijk een team van mensen om me heen verzamelde die me daarbij kon helpen. Dus of dat nou Team for Talent was, of Guido Vroemen, of van artsen vanuit mijn eigen ziekenhuis, et cetera. Ik heb al die tijd echt wel wat fouten gemaakt.
Maar ja, daar heb ik wel van geprobeerd om daarvan te leren. En dat heeft zelfs betekend dat ik bepaalde verwachtingen moest bijstellen. Dus dat ik graag een wedstrijdje wil doen. En dat ik mezelf toch even net tijdens een van de laatste loopjes een kuitspier verrekte. Of nou ja, die zullen we ook allemaal wel kennen. Maar hoezo noem jij dat fouten gemaakt? Ja, ik ben nu ook nieuwsgierig. Ja, omdat je weet, een van de tips die ik toch wel heb, is dat je moet ook geduldig zijn als duursporter. En zeker als je een bepaald doel wil naleven. En sommige mensen trainen met een trainingsschema. En daar staat dan al, zeker voor de langere afstand, al die trainingen zone 1 in. En naarmate je sterker en sterker wordt, dan wil je rammen. Dan wil je zeggen, ja, dat kan toch wel zon 2. Misschien even een intervalletje of ik ga toch even dat sprintje naar die... Nou ja, en zo tijdens zo'n sprintje heb ik wel eens een kuitblessure opgelopen. En het is, dus je moet ook geduld hebben. Maar ik denk dat eigenlijk alles valt of staat bij dat je plezier hebt in wat je doet. En dat je geniet van waar je mee bezig bent. Dus ik geef ook presentaties en dan komen mensen naar me toe. Van ja, ik wil dit en dat. Maar ja, ik weet, ik vind eigenlijk dit of dus niet zo leuk. En dan zeg ik, ja, maar waarom wil je het dan? Ja. Hè? Waarom zou je een marathon willen lopen als je niet van hardlopen houdt? Jullie hebben ook wel zo over die 14 kilometer schema. Dan denk ik, ja, ik vind het heerlijk om 20 kilometer te lopen. Ja. En... Dus ja, daar valt of staat het denk ik mee. En in mijn geval, en dat zal ook voor iedereen gelden, is dat probeer ook naar je lichaam te luisteren. En toch hè Wouter, want je zoekt het wel op. Als nou Jurgen begint met, ik kwam Wouter tegen op weg naar een stuk of voor hartpatiënten. We hebben het ook even kort in de aflevering over vrouwen met borstkanker over gehad. Dat natuurlijk mensen die zoiets serieus aan hun lijf hebben, doe maar een beetje rustig aan. Doe maar voorzichtig. Ja. Terwijl jij lijkt het omgekeerde te doen. Wat drijft jou daarin? Ja, voor mij is sporten een soort medicijn. Ja. Dus misschien dat ik ook wel verslaafd ben. Hè? Dat jullie hier met een junk aan de andere kant van de lijn zitten. Maar ik vind het vooral heel, heel fijn om bezig te zijn met sport. Ja. Dus, en om mijn lijf te prikkelen. En ook om daar weer van te herstellen. En om te kijken wat het effect daarvan is. Ja. Ja. Maar dit zeg je eigenlijk dus. Dit is ongeacht boeien dat ik een donorhart en allerlei medicatie heb. Ik bedoel, dat zijn wellicht wat beperkingen. Maar dit is wat het is voor jou. Nee, anders had ik al middels 10 jaar geleden moeten stoppen met wat ik het liefste doe. Ja. En ik heb dit hart ooit gekregen om daar een leven mee te leiden. En een leven, daar moet je het beste van maken. En dat heb ik altijd gedaan, ook al voordat ik ziek werd. En gelukkig heb ik de kans gekregen om dat daarna ook weer te doen. En nu doe ik dat niet meer alleen. Hè. Dus ik heb een hele lieve vrouw al een hele tijd en 2 fantastische kinderen. Dus... het leven lacht me toe. En dan af en toe dan gebeurt er wel eens wat. En dan lig ik een week in het ziekenhuis en dan lappen ze me wel weer op. Ja. En daarna gaan we gewoon weer aan de slag. Ja, ja, want de je kinderen, Olivier, die komt langs bij de wandelingen van de KRO. Ja, ja. En dan is die natuurlijk vrij jong. Hoe oud zijn je kinderen op dit moment? Ja. Ja, ze zijn bijna 8 en bijna 6. Okay. Zo allemaal over een maand. Ja. En af en toe overkomt je wat, zeg je. En de kinderen. Iets wat jou de afgelopen maanden flink heeft bezighouden, is je bent ook actief bezig met je verhaal te delen. Je zegt al, je bent de boeken bij Sportspreker. Je hebt het boek geschreven, Hart van een Ander. Maar er is de afgelopen maanden een ander project. Maar wat is het nou voor titel? Ik heb er een mixed feelings bij. Ja. Finish in Zicht, een documentaire. Ja. Leg Vertel uit. Eens. Ja, de Finish in Zicht is een project van 2 studenten van de School voor Journalistiek. En ik werd benaderd door een gezamenlijke vriend. Tevens een van mijn collega teammaatjes van de Residentie Triathlon Club in Den Haag. Mm-hmm. Met de vraag of hun dochter een documentaire over mij mocht maken. En ik heb in het verleden al het een en ander gedaan. Dus wel meer documentaires gemaakt. En we hebben daarover gesproken. Ik vond het eigenlijk heel leuk, omdat we hadden het net al over statistische levensverwachting. Uh-huh. En die ligt tussen de 12 en de 15 jaar. Nou ja, ik zit nu in die periode. Er zijn ook mensen die er 30 jaar mee doen, maar er zijn natuurlijk ook mensen die het niet redden. Het blijft wel statistiek. Ja. Ik ben niet bezig met doodgaan als in van,
ik verwacht dat het elk moment gebeurt, maar ik realiseer me wel dat ik kwetsbaar ben. En ik wil heel graag dingen, ja, mooie beelden en mooie ervaringen achterlaten voor mijn kinderen. Hm. En het boek is de eerste reden, is het eerste wat er gekomen is. Want ik bedacht mezelf van ja, ik krijg tot op de dag van vandaag van mijn vader nog allerlei dingen mee. Hoe kan ik mijn kinderen dat nog meegeven als ik er niet meer ben? En, en dat boek gaat ook inderdaad over doorzetten en hoe ga je daar nou mee om? En hoe kan je nou je dromen verwezenlijken, et cetera. En dat wil ik heel graag meegeven. Ja, en nu hebben ze zouden me eigenlijk volgen tot aan de wedstrijd in Krijgau. Mm-hmm. Ja. Maar het liep even anders. Ja, nu is het eigenlijk een hele bijzondere periode geworden, waar wij als gezin heel erg naar elkaar toe gegroeid zijn. Die voor mij voor Rachel en de kinderen ook behoorlijk intensief zijn geweest. Ja, nu krijgen we een kans om dat toch wel vast te leggen. En uiteraard in combinatie met sporten, trainen en triathlon, hè, want dat blijft de rode draad in mijn leven. Ja, en die meiden die zijn dat op beeld aan het zetten. En die zijn er iets heel moois van aan het maken, heb ik begrepen. Ik heb het nog niet mogen zien. Dus ik ben wel erg benieuwd. Maar kijk daar heel erg naar uit. Dus jij gaat ook verrast worden wanneer die uitkomt, de documentaire. Ja, absoluut. Ja, als ik hem zie, dan heb ik geen invloed meer. Dus dat is eigenlijk niet goed. Had ik anders moeten rekenen. Ja. waar komt hij uiteindelijk terecht? Gaan we hem, kunnen wij hem ook gaan zien? Netflix? Dat zou leuk zijn. Nee, die meiden die zijn wel met van alles en met allerlei partijen bezig. Ja. Hij wordt in ieder geval online geplaatst. En dat is het grootste televisienetwerk wat er bestaat. Hè. Dus, precies. Ja. Laten wij bij deze beloven dat wij ook in de show notes, hè, als deze opname wordt gepubliceerd, dan komt de documentaire volgende week uit. Hè. Dus super actueel, maar het kan goed zijn dat mensen dit terugluisteren. En dan hebben wij tegen die tijd in de show notes de link naar de documentaire ook gezet. Okay. Dus dan is hij daar te zien. Ja, benieuwd. Ik ben wel benieuwd. Wat denk jij? Wat ga ik meekrijgen als ik naar die documentaire gaan kijken? Wat hoop je dat ik daarvan op ga steken? Wat hoop ik? Nou, ik denk dat ook daar wel weer ik uit in de korte vlogs wel mijn emoties over hoe ik met bepaalde dingen zit. Maar we laten ook zien dat het sporten me er toch wel weer doorheen slaat. En dat we ook heel erg kijken naar wat zijn nou de positieve effecten geweest van die periode. En dat is dan voornamelijk de tijd samen met het gezin. Mm-hmm. En daar hebben we met z'n allen heel erg van genoten. We zijn, dus dat is voor ons een hele bijzondere periode geweest. Dus ik hoop dat dus te laten zien, probeer dingen van twee kanten te bekijken. Hè. Dus ondanks dat het vervelend is. En nu iedereen weer naar buiten mag, is het voor mij extra vervelend. Ja. Want ik moet voorzichtig blijven, maar we bekijken toch naar wat we wel hebben in plaats van naar wat we niet hebben met het gezin. Ja. En natuurlijk hoe sport mij ook hier wel weer doorheen helpt. Ja, mooi. Zeker, ik ben heel benieuwd. Ik vraag me ook af, jouw gezin, hè? Gaan die mee met jou in je liefde voor de sport? Kun je dat terugvinden ook bij je kinderen in de manier waarop zij sporten of... Ja, naar sport kijken. Naar jou kijken, denk ik. Als jij tijdens jouw wedstrijden vorig jaar en de jaren daarvoor. Ja, ze zijn gelukkig net zo gek op sport als ik. Leuk. En het triathlon, zover zijn we nog niet. Maar Olivier is helemaal gek van zwemmen. Daarnaast doet hij aan jiu-jitsu. Hij heeft een tijdje gebasketbald. Hij heeft gerugbied al en nu doet hij ook nog hockey. Dus hij is lekker bezig. Ja. En Sophie heeft een zwemles nu, dus die gaat hartstikke goed. En die doet daarna aan dansen en aan streetdance en ballet. We zijn een sportief gezin. Nou, heel goed. En ik hoop dat ik ze dat wel mee kan geven. Ja, ja. Mooi zeg. Hey, wat tof om dit verhaal te horen. Ja, zeker. Toch? Ja. En laten we zeggen, in ieder geval voor alle mensen die met een transplantatieorgaan en donororgaan leven... laat het zien dat het geen beperking hoeft te zijn. Juist niet. Voor iedereen die denkt, zal ik wel of niet sporten? Sport is een medicijn. Mentaal, fysiek. Ja, elke beperking lijkt het wel. Of elke patiënt zou gewoon, net als in het geval van Miranda Boonstra... toch bewegen of sporten, zoals je aangeeft... is toch een heel goed medicijn voor patiënten ook.
Leuk. Nou, moeten we inzetten. De passie voor sport spatten vanaf Wouter. Ik ben blij dat ik dit heb mogen vertellen, mannen. Ja. Leuk. Nou, dus, laten we eens kijken of we wellicht wat mensen weten te bereiken met deze podcast. Misschien wel in jouw netwerk ook. En laten we die mensen die deze podcast dan voor het eerst zien of beluisteren nog eens uitleggen hoe je met ons in contact kan komen. Net zoals Wouter dat wel eens doet. Bijvoorbeeld op Twitter kan je reageren via @slimmerpodcast. Op Instagram kan dat ook. En dan wil ik even een leuke reactie voorlezen die laatst op Instagram langskwam van Marius van de Bremer. Die zei wederom een leuke aflevering. Hebben jullie podcast pas vorige week ontdekt? Dus in anderhalve week alle afleveringen erin gechased. Nou, ik weet niet of dat aan te bevelen is, maar dat kan dus wel. Gaat prima als vrachtwagenchauffeur, recreatief triatleet en hardloper, schrijft hij. Tevens opleiding volgend voor fitnesstrainer A en B. Dus erg interessante gesprekstof allemaal. Ga zo door. Nou, dit vinden wij dus heel erg leuk. We zeiden net vlak voor deze opname ook al even tegen Wouter. Kijk, wij zitten hier wel leuk met elkaar koffie te drinken. Maar het feit dat er dus echt mensen zijn die hier naar kijken en luisteren en waar we mee in gesprek kunnen, dat is fantastisch. Dus alle vrachtwagenchauffeurs in Nederland volgen het voorbeeld van Marius. Ga kom uit die cabine en ga in gesprek. Als je nou niet op Twitter of Instagram zit, dan kan je ook op onze website kijken. www.slimmerpodcast.nl. Daar heeft iedere aflevering zijn eigen pagina. En daaronder kun je ook reacties achterlaten en wij reageren altijd terug. Of als je zegt, nou, ik ben niet zo publiek. Ik stuur liever een mailtje. Dat doen ook steeds meer mensen naar post@slimmerpodcast.nl. Daar kun je ons bereiken. En tot slot, mocht je dit nou een leuke, interessante aflevering vinden, dan hopen wij dat je de link naar deze aflevering naar zoveel mogelijk mensen kan doorsturen. Zodat we met uiteindelijk zoveel mogelijk mensen in Nederland slimmer gaan presteren. Tot zover, Jurgen. Wouter, dankjewel. Fijn dat je bij ons was vanmorgen. Dankjewel, Wouter. Graag gedaan.